Let Jim gain, vriezen, vriezen, let Jim gain. Deze weken ben we een hele weken lang, alle dagen bij Frieske Muziek in Eerste Riek. You would give my chanel name, Kees Alm. Mient en mient, gin ik mij. Net een aardse zandelsaar. Net een verdiend en een beetje in bed. Ik weet dan nog wel ongeveer wat het bedoelt, maar... We volgen je door de Veeman de berg op. Ik ben Jens Santer. Onvoorstelbaar. Hoezo? Nou... Kist toch best heli, hè? Missie je goed oppassen. En Herman, je tek mij. We hadden, we zijn bijna 30 jaar getrouwd geweest. Beide voor de tweede keer. En dat was zo geweldig. Voor het optreden in de bergen met al het apparatuur in de skilift. Wat zit hier in? Dat is een toverdoos. Ja, dat is de toverdoos. Ja. Leo en Klaas moet wel een beetje opzitten, want ze hebben maar een jelloeke. De baasbox die past er net in, maar deze kinder krijg ik. Herman is een Grijnslander en wat docht hij op een Frieske muziekreis? Mijn vrouw Lineke die was 30 jaar geleden al lid van Tjoch. En in al die jaren, bij alle muzikanten schreef zij recensies... voor het Tjochblad. Helaas is zo geleden. Maar die liefde voor die Friese muziek heb ik met een paplepel ingekregen. Ja. Die moesten we samen hinein. En dan moesten we naar boven varen en met hem naar huis. Ja. Moesten we hem helpen. Ja. Die maakt nog naar boven om hem helpen te lossen. Maar die denk je, we gaan erin helpen. Dus we zorgen wat schepen eraan. Ja, ik klep niet. Van de Wissegiet zetten ze de hele skilift maar even stil. Klaas de audiobaas had een nieuwe mengtafel, maar ja, past dat ding in een skilift? Vinger erop. Want Herman, jou binnen hier mooi wikje, een vriendinnen. Wat zeg je? Jou binnen hier mooi wikje? Nee hoor. Of jou binnen hier alleenig? Ik ben alleenig. Ik heb haar vorig jaar getroffen en ze is weer mee. Nee. Hoe vind je dat om alleenig hier te wijzen? Ja. Het is net oor. Want wanneer is jouw vrouw verstommen? 20 juni 2012. Dat is kwartlien. Ja, 2 jaar. Ik wil er een beetje om wennen. Nee, nog niet. Nog niet. We zijn bijna 30 jaar getrouwd geweest. Beide voor de tweede keer. En dat was zo geweldig. Maar zullen we het daar niet over hebben? Nee, wil je net op praten? Ach jawel, maar daar hoort een ander ook allemaal. Ja. Ik ga er goed mee om. Ik biljart 2 keer in de week. Maandagavond, dinsdagavond. In het seizoen, woensdags. Of muziek. Of midget golf. Minigolf heet dat eigenlijk. Minigolf. Ik moet wel zeggen dat geheugen ietsje minder wordt. Dat zijn van die seniormonumenten, hè? Momenten. Maar vergeet niet dat die 77 jaar je hersenen heel wat opgeslagen hebben. En dan moet je steeds weer terughalen. Ja. Hé, hey, maar is het nou iets zo dat je hier een nieuwe leefde moet je kennen op zo'n reis? Nee, daar sta ik niet bij stil. Nee? Nee. Maar zou het kennen? Dat zou kennen. Ik sta er wel open voor. Ja. Maar dat moet je hier niet. Als ik iemand tegenkom, dan hoop ik dat
dat het wat in de buurt is. Dan kwam ik van de morgen en ik denk, verrek, die zit nog in die toren waar het fotostelling in zit. En die toren dat heet mooi, ik denk, die zet ik daar vierde tijd, want we gaan naar Swarovski daar. Maar dan zet de ingang van Swarovski die direct voorop. En dan zeg ik direct geen nee. Zoveel ben ik wel. En ik denk ook wel dat mijn vrouw dat heel erg goed gevonden zou hebben. Vast. Je maakt het terug. Je moet door. Je moet het terug, zeg ik, ja. Wees kleren? Ik ga mijn broek omhoog zeker. Oh. De beest altijd te dreig. Oh, dit is het door de vijfste, jongens. Ja, nou zit er al ver. Kom maar. Oh ja, zo. Oh, dit gaat maar draaien hoor. Ja, nee, dit kan je even en hij kan draaien. Oh, alleen maar kantelen. En dan kan ik. Zo. Bang wijzen voor wat oerende fafine, lang lijzen oer de helske discipline, libbes leidt hem in de leer. Dan wist ook die zelfs net meer. Ik loo dat ik altijd bij die blo, ik loo dat ik altijd van die loo. Loo een wet erbij als boeter in de brei, ik loo in die en mij. Herman is een goede kunde van ons die bij een heel soort optredens altijd onwijzig is. Hij is een fan en daarmee zet ik het terug wat er met zijn vrouw together die. Die is een aantal jaren verliend verstoren. Maar die volgen eigenlijk heel boord die Friese muziek. Hij speelt het op een moelharp. Ja. En dat docht er heel leuk. En dat is natuurlijk altijd leuk om met elkaar wat te doen. Dus vorig jaar zijn we spontaan wat aan het spelen. Friese evergreens. En dan komt hij erbij zitten en dat is mooi. Ja, leuk. Zo hij wel de vijfde troubadour bij zijn bollen? Nee. Oh. Nee. Het is ten eerste net een man die hem zou op een vakgrond stelt. Nee. Dus dat kan ik me net voorstellen dat hij dat wil. Nee. Ten tweede is hij ook net met teksten of zo. Of leert een maaitje of zo. Mm-hmm. Maar maaispelen is gewoon iets van. Je delen dingen met elkaar, dat jouw best van kick bij hem wel, denk ik. Hij vindt het leuk om met oren te spelen. Ja. Dat is altijd leuker als alleen. Mm-hmm. Tot straks. Jodelaiti! Zo heb ik het geleerd, hè? Ja, we wat hier mijn oor. Vorig jaar had ik pannen. Hij zei, ik heb al hier. Toen ben ik op mijn eentje naar boven gewandeld. Toen was ik halverwege dat plateau. En toen werd ik onwel, had ik geen adem meer. Toen heb ik een poosje op het bankje gelegen. Ik had geen water bij me, geen telefoon, niks. Een beetje onverstandig, Herman. En toen naar beneden was het nog moeilijker dan naar boven. Maar ze was echt mijn rem. Lieneke, ja. En dat vergeet ik nu wel eens. Nu ben je een beetje grenzenleers. Ja, een beetje ADHD-achtig soms. Ja. Lieneke zei, Herman, rustig. Nou, dat was weer goed. Kijk, daar komen de muzikanten. Hoi. Hij goed slaapt? Ja, prima. Mooi. Ja, als een barg. Hoe bliksem? Nee, niet bliksem, maar een barg. Ja. Met de troubadours hebben we dus een repertoire gebouwd. Masje Vjouwen, dat vind ik wel heel uniek. Het wie net verske van die en verske van die. Nee, we schreunen ze Masje Vjouwen. Mm-hmm. We willen een idee van hier of daar en dan gaan we dan mee aan het werk. En nou, de plaatst haast wel tol of sectie van die liedjes, maar dan kunnen we het ook wel op cd's zetten. Ja. Ze hebben er dus twee cd's op. Mm-hmm. En dat zou best wijzen kunnen dat we wel een heel soort nieuw repertoire gaan. Dat er dan eens een trede komt. Nee, Rosa politiek correct, wat dat betreft wie ik net krijgt. Ik heb mijn leven voor mij, de meute mij.
haast op iel, dit land is vol. Dan praat ik hem er uit de hol. Stiekem hakte ik mijn twijfels bij. En in de kroeg, het werd is te laat. De centrum ben ik samen kwijt, de grote toos nog net. Als de meeske robben cellen, ASO-apparaat, wie de kemmy niet meer skillen, grim mijn eigen pa. Waardig en attent, een groot partijtje ik net uit de wijk. Een mooie vrouw, dat liggert wat, vreeg u haar dan het hemd van God. En stiekem kom ik dan het dichterbij. Die mooie praatjes in mijn visten. Nou ja, ik ben altijd mijn muziek aan het pielen geweest, maar op een heel amateuristisch niveau. En dat ben ik net van doel om dat te verhoren. Dus ik ga ik nooit daar afhankelijk van wijzen wonen. Qua inkomen, ik had het idee van dat is leuk om te doen, maar dan word ik er zelf ook liegevolle aardig hier aan als de meesten werd het verdocht. Ja, door heb je een ambitie. Ja, maar dat is ik net, dat is ik net slim. Nee, maar het zou veel bekoren komen en Doren die remt dus misschien wel eens wat af, of die zet dus wel eens met 12 voeten op de grond. Ja, dat is goed. En oorzaam, maar we Doren misschien wel eens een schop onder de kont gaan. Maar de drive die dik viel met mijn muziek is gewoon wat ompielen. En ik hou van heel soort muziek. Dus ik vind het heel leuk om andere soort muziek te doen. Dus zit ik stiekem in een hoekje voor klassieke gitaar te oefenen. Hebben we vorig hier bijvoorbeeld een Missa Criolla dingen in het Friesk. En dat is de Zuid-Amerikaanse muziek en dat vind ik prachtig. Dus dan start ik me daar even met wat in. Maar ik zal nooit erin uitblinken. Het bloot altijd op een bepaald niveau gingen. En daar ben ik dan wel tevreden mee. Dat is voor mij helder. Herman neemt ook de skilift. Mijn opa. Maar die houdt er niet eens mee op. Oh jee. Oh, we zwaaien hebben en weer. Word je steeds ik van. Mijn opa die heeft... Nou, het gebeurt niet vaak. Herman, ben je helemaal niet bang? Nee joh. Waarvoor? Echt niet. Waarom? Er kan niks gebeuren. De man van Margreet werkt bij de skilift en ziet hij in het complot. Hij is niet kapot. En die zet er vroeg voor het verhaal de lift even stil. Nou ja, dan zitten we hier toch hoog en droog. Ja. Als laatste. Oh. Maar zo was het verhaal van die balalaika. Ik haast mijn zin kregen, hè? Ik zag, ik haast mijn zin kregen hier. Dat akoestisch. Ja, ja, ja. Hij heeft het spel vergeten, hè? We zijn heel boven gekomen, dus niks aan de hand. Ik weet het. Als je goed slaapt? Ik heb wel goed slaapt, ja. Oké, je bent wel weer fit. Nou ja, redelijk. Ja, zeker. Ja. Maar ik krijg vrienden in mijn lief. Hij is schimmels aan mijn lief. Dat ben ik hem. Dat ben ik hem. Zonder remmen. Zonder remmen. Dat ben ik hem. Zonder remmen. Dus. Anneke Douma zet de seal ook nog even op zijn kop, maar in een van haar hits. Dan krijgt de groep ook nog een traditionele maaltijd in een keesalm.
Mika's. Waar is de Mika's? Ja. Je mag natuurlijk wel gas in verder. Het ziet er lekker uit, hè? Heel goed. Ja. Gaan we aan, kijk naar. Goeie. Hé, hey, Mink. Jongens. Hoe vind je het al in Gert? Ja, mooi, hè? Ja, geniet wat meer, want dat is de jongste van het spul. Ja. Ja, en dat geniet van. En dat is soms goed voor je paas. Yes. Ja, dat heb ik wel lang aan neus. Ja. Maar paas is zijn koffie, dan vliegt hij hoor. Ja. Dat is heel goed. Maar dat is gezellig even op paas. Ja, heel gezellig, hè? Ja, super. Wie ben je gewoon gezellig met je bijen? Wie haal ik maar in de gaten van water? Ik ben wat meer gaan halen bij de. Daar hebben we Greta eigenlijk nog. Ja. Deze man kan beuzen in de warm, jongen. Daar ben ik bij. Ja, in de warm. Ja. Ja, je flesje met Paak had Rijelien een broer te horen. Ja, het was Rijelien. Ja. Ja, daarmee is het me verstaanbaar. Ik weet dan wel ongeveer wat het bedoelt. Maar voor een meisje is het wel heel erg lastig om te. Ja, om zeg maar naar de wat zei. Maar dat deed je wel mooi, hè? Ja, nog mooi, natuurlijk. Mooi. Je hebt niks vlak? Nee. Wat hij wil leven? Ja, jong, om spiezen maar dan maar tussen. Vlak? Pas. Ja. Je bent net zo goed pissen hier net, hè? Dat moet je net. Toen kun je net pissen? Nee. Nee. Net zo goed. Misschien mijn een langere pissen nog wel? Dat kan nog wel, ja. Ga je die eigen? Nee, nog net. Dan nog een auto. Auto? Ja. Maar je pissen nog wel? Nou, net voor meer. Ik zit nu in een auto. Ja. Maar zit een boven. Ligt hier een auto dan? Ja. Ja. En wat voor auto heb je? Ik zou er bijna het zeus denken. Ja, dat is bijna van de dit. Nee. Dit is een Japan. Dat komt uit het Japan. Je gaat geen Trabant, of wat? Nee. Uit Japan. Uit Japan? Ja. Oh. Eén keer in de week als ik met mijn paak en dan, nou ja, dan praten wij en dan zijn hier wel zin om erin op vakantie. En, nou ja, maar ik voornamelijk met alleen een netboel en hier zei ze van zo dat ik mee wil. Ik zei weer dat we dat gezellig gaan, hè. Ja, dan, ik weet eigenlijk wel ongeveer wel wat er bedoeld en dan ik heb wel iets mooier rijden met ze beiden. Ja. Ik wil vroeger altijd bij paken, altijd wat ons hutje bouwen en staan en altijd met ze beiden wat bezig. Mooi wel qua zo'n beetje helpen kennen, hoor. Ik wil even gezellig met ze beiden. Ja. Wat giet zo'n wieken dan hut voorbij? Griet Wiersma, Anneke Dalma en de Fjouwe Troubadour zetten haar laatste noemer al in. Vannacht zie ik een vreemde dream, die de dream ik zag. Maar wat vonden we er eigenlijk van? Ja, sowieso de muziek, jongens, is geweldig gezellig. Maar die lift vond ik mooi, daar naar boven te gaan. Ja. En je hebt eigenlijk genoeg tijd ik weer om van jezelf even bezig te werken. Dat je net zo van hut naar haar vliegen. Dat is het mooie van deze reis. Ja. Ik heb nou maar Griet Wiersma en Peter Wilkens, denk ik. Ik heb daar wat meer zweren wat inbrengen, vind ik. Ja, het paken moet wel vrij lang goed aan het paken maken. Ja. Haar wapens en haar oefens, die smieden ze op de groen. Het is natuurlijk voor mij
ja, nieuw. Het Friese muziek gebeuren is voor mij ja, dat is echt een uitdaging. Ik zeg, dan ga me ervoor geven. Ik ga kijken wat, wat die mensen ervan maken. Dat is echt geweldig. De liedjes zijn fantastisch. Prachtig mooie liedjes geschreven. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja, en wat ze bij de mensen teweeg brengen, dat is echt geweldig. Ik dreemde voor een grote ziel, mijn leerders in beteek. Ze schreven op een document, mijn vrouwtje nemen mee. Mijn zuster heeft alleen die mij maken. En nou, ik zei er eigenlijk steen, ik denk, nou, voorboeken. De vrouw die weet er al niet mee is, maar tenminste eerst net. Later ik wel. Maar nee, een heel mooie reis. Nou, het optreden van de artiesten, jongens, die vrouwen, Tarik. Er zit een heleboel ritme in en ja, heel gezellig. Waar vrede zonder ongeweld ontminder in wereldwust. Vannacht hier een vreemde vriend, neer de vreemde zal. De hele vrouw die wakker is. Nou, de muziek, want hij geeft van mij. En nou, het oren gebeuren eromheen. Ja, goed, dat is het erop dat voor u dan. Friese bloed, jouw oog, onnodig bloed, je zie je. En boos je trouwens.